Hallo iedereen en welkom in een nieuwe video. Ik heb geen idee waar dat de boodschap over zal gaan. Dat ga je ondertussen aan de hand van de titel ondertussen wel al weten. Maar op het punt waar ik nu sta is het eigenlijk onduidelijk. Dus daarom wil ik beginnen met te kijken naar waar dat het zit rond de schaduwen. En vloep, daar gaat er al een. En we kregen de Temperance kaart met balans, mirakels, combinaties en omgeving. Maar de kaart lag ondersteboven. Dus we gaan zien waar dat ons brengt. Wat is er nog om te weten op dit moment? Hop, daar gaat hij. En Soul Identities met familie. En de onderkant ligt Emperor, maar omgekeerd. Dus we zien dat we allemaal meer en meer geduwd worden om die balans te vinden in onszelf. Zodanig dat we sterker en meer overtuigd worden in het zijn van onze zielsidentiteit. En daarnet zag ik 111 op de recorder. Misschien dat dat voor iemand een bevestiging is. Oefla, daar kregen we de wereldkaart. Hij vloog gewoon uit de dek. Moeten we nog zien? De 5 van bekers. De 5 van wanten, maar omgekeerd. Wat is dat we nog moeten weten op dit moment? Maar dat is er gaande, het collectief. En de 9 van zwaarden. Ja, voor degenen die dat niet wisten, dan zijn we echt in... wat moet ik zeggen? Voor sommigen... En laat ons zeggen, als jij nu naar mij luistert, dan ben jij bij die ene groep waarin dat de... die al mee verschoven is naar de hogere energieën. Waarin dat er al verschuivingen plaatsvinden in jouw leven. Alleen met dat verschil dat je misschien nog niet altijd alles herkent. Dus de ene groep gaat al wat meegegroeid zijn. Gaat eigenlijk een stukje losgekomen zijn. En gaat ondertussen de informatie gevonden hebben nodig om het leven vorm te geven vanuit die hoge identiteit, vanuit die zielsidentiteit. Maar anderen, en jammer genoeg is dat nog het merendeel van de bevolking, van de mensheid, die gaat doordat de aarde naar een hogere energie gegaan is, veel meer het verlies voelen, veel meer frustraties en spanningen ervaren. Tot op het punt zelfs dat ze gewoon gaan wakker liggen van de dingen die gaan zijn in hun leven. In eerste instantie misschien de dingen die gaan zijn in het collectief. Maar dan ook in hun eigen leven. En de reden daarvoor is namelijk... om een nieuw begin te creëren. Want ik kreeg de 1 van munten. De union card ging ik zeggen. De strength card, maar ondersteboven. De 2 van munten zo. En we hebben nog 1 kaart. Nog 1. En de page van wanten. Ja. Dus met echt als bedoeling om die eenheid in onszelf te gaan creëren. Dat maakt dat er mensen gaan zijn die roep niet gaan horen. Omdat dat ook mensen zijn die niet ingetekend hebben op het programma waar dat de meesten wel voor ingetekend hebben. De meeste zielen die nu geïncarneerd zijn, zijn hier met als doel om te groeien naar eenheid. Om vanuit dat diamantenbewustzijn, vanuit dat eenheidsbewustzijn, hun leven hier vorm te kunnen geven. Zichzelf te kunnen realiseren als die specifieke zielsidentiteit. Maar niet elke ziel is er al klaar voor, want er zijn zielen die ja, ervoor gekozen hebben om nog verder ervaringen op te doen in de 3D. En dat betekent natuurlijk dat ze dan niet meer langer hier op aarde kunnen blijven als hun leerschool, als hun plek om te leren over dualiteit. Nu, hier op aarde gaat altijd een plaats van dualiteit blijven. Het gaat altijd een plaats blijven waarin dat je balans moet houden tussen het hogere en het lagere.
tussen binnen en buiten, dus tussen jezelf en tussen de ander. Maar het verschil is wanneer je in dat hoger bewustzijn geïntegreerd bent en echt vanuit daaruit je leven vormgeeft, zoals dat ik onder andere doe, dat je dan de keuzes die je maakt, die zijn niet meer gebaseerd op 3D-bewijzen, als het ware. Je kiest er zelf voor, als ziel op dat moment, wat het is dat je wilt gaan ervaren. En ook al merk je een aantal... hoe zou je dat zeggen? Een aantal misuitleningen wanneer het gaat over je realiteit, over de 3D. Dan nog laat je dat niet, laat je jezelf dat niet door uit balans brengen. Waarom? Omdat je weet dat eigenlijk zo binnen zo buiten is en dat hetgeen wat je ziet in je realiteit geen voorbode is van wat er komt, maar wel en eigenlijk een oud bewijs van wat er in het verleden was, wat jouw vorige frequentie was en niet wat je frequentie nu is. En dus of dat nu gaat over geld of wat dan ook, dan word je eigenlijk gevraagd om iedere keer diezelfde beweging terug naar binnen te doen. Dus iedere keer terug te gaan kijken van oké, hoe zit het met mijn emoties? Waar voel ik mij vastzitten? En hoe kan ik hier nu mijn nieuwe realiteit op een andere manier gaan vormgeven? Zodanig dat ik enkel nog een wereld ervaar die volledig afgestemd is met mijn zielsidentiteit, met mijn zuivere zielsidentiteit. Waardoor er dus geen ballast meer aangekoppeld is, waardoor er dus geen conditionering meer zijn. Dus je groeit voorbij de conditionering, je groeit voorbij wat de anderen zeggen hoe dat jij moet zijn. En dus dat maakt ook dat je niet meer vasthoudt aan dingen die er ooit geweest zijn, dus uit angst voor veranderingen, gewoon omdat je weet van, oké, ik moet hier naar een hoger level, ik moet hier oplevelen. Ik mag hier gaan vertrouwen op mijn intuïtie, en mijn intuïtie zegt dat wanneer dat ik dat ga doen, wanneer dat ik daarop inga, op die hogere vibratie, en de oude wereld loslaat, dat ik in staat ga zijn om vanuit die hogere vibratie de wereld vorm te geven. En op dat moment maak je eigenlijk de shift ook in je mind, dus niet alleen in je fysieke wereld, maar ook energetische, emotionele en mentale wereld, waarbij dat eigenlijk dat je mind ook geen weerstand meer zal voelen en bereid is om dat oneindige van jouw ziel, van jouw energie, dus van je core essence, van je kernessentie, om dat eigenlijk van daaruit gewoon te aanvaarden als zijnde, dat is wie ik ben. Ik ga het wat aanvullen met een ander tarotkaart. Dus ik ga nu de Quantum Tarot gebruiken. Nu de Toon Tarot. Wat is hetgeen dat we op bewust vlak meemaken? Mijn neus jeukt. Dus het kan zijn dat op bewust vlak een aantal mensen zijn die aan het twijfelen zijn over hun keuzepad. En we kregen de Vijf van Wanten opnieuw. Dat is hetgeen dat we net ook gekregen hebben. Maar met dat verschil dat hij nu weer ondersteboven ligt. Dus meer en meer ga je onder invloed van de energie van Saturnus, van die beperkingen, richting jouw noordnode stappen. Dus richting de lessen die je als ziel wilt leren. Want dat is wat je weet, dat gaat jou die Nine of Bekers, dus die volledige emotionele vervulling, gaat, en dat geluk gaat jou op dat vlak brengen. Maar dat vraagt dus om je mannelijke en vrouwelijke energie in balans te brengen in jezelf, om van daaruit eigenlijk je volledige eenheid te omarmen en te integreren in de fysieke wereld. En dat op zich, dus dat proces, zal jou dan niet alleen overvoed brengen op emotionele vlak, maar ook overvloed op elk vlak. En die overvloed dat je ervaart op elk vlak, ga je dan ook op een goede manier gaan kunnen communiceren. Want ik zie de Saturnus in combinatie met Jupiter. En ook in combinatie met Mercurius. En ook kreeft krijg ik hierdoor. Dus ook daarin... We gaan eens een ander dek nemen. Dus ook daarin is het belangrijk om
jouw intuïtie echt meer en meer te gaan volgen. Oké, wat zouden we nog moeten weten? Ja, ik zie hier, ik split het deck en ik kom op de witte wolf met vertrouwen, guidance, dus ondersteuning, vertrouw je innerlijke weten en geloof in je eigen kracht. Dat brengt dan weer vrijheid en je kweekt er ook doorzettingsvermogen mee. Dat is ook zo. De obstakels op je pad die zijn er niet om jou te pesten of te plagen of om ervoor te zorgen dat je een of andere ziel of gids is goed kan lachen met jou. Nee, het gaat erover dat je als ziel, als energie gewoon standvaster en krachtiger wordt. En dan wat krijgen we nog? De yarn met een hele boze poes. En de klok. Ja, en dat is eigenlijk hetgeen wat ik daarnet ook gezegd heb. Die klok, dat gaat ook over het perfecte tijdstip. Maar het perfecte tijdstip, dat is eigenlijk wanneer dat je alle tijden samenkomen. In die zin dat alle elementen samenkomen. En alle elementen op de juiste frequentie, tegelijkertijd op de juiste tijd, de juiste ruimte, allemaal afgestemd zijn. En dan gaat iets zich kristalliseren. Dus ook al proberen we de obstakels die op ons pad komen helemaal te ontwarren en uit te pluizen en al de puzzelstukjes te ontdekken, dat zal niet toegestaan worden wanneer dat nog altijd vanuit een stuk van controle is. En jammer genoeg heb ik dat al heel vaak ervaren in mijn eigen leven en mijn eigen connectie ook. Maar wanneer dus dat je meer en meer in die overgave stapt, en dan krijg ik de victory card met trofee, dan ga je merken dat je die diepe herkenning, die diepe vervulling, die het succes op een andere manier gaat gaan ervaren. En deze aan de kant leggen en zien wat we nog extra kunnen meegeven. Oh nee, niet dit deck hoor ik. Oké, dan pakken we deze. En het eerste wat ik zie is Let It Go, dus laat het los, laat het gaan. Is dat ook geen liedje in het Nederlands? Laat het los, laat het gaan. Of zoiets. Ja, ik ben niet zo'n grote fan van Nederlandstalige liedjes. Dus ik kan ook niet zeggen van wie dat is. Wat krijgen we? The Oracle's Gift met 37. En dan vloeken er nog twee uit. Dan hebben we Willing and Release, opnieuw weer iets van loslaten, en Wish Upon a Star. Ja, uiteindelijk is dat een hele mooie boodschap. Wanneer je in staat bent om op een diep niveau los te laten, en alle verwachtingen die je hebt, alle ditjes en datjes kan loslaten, en je zet vanuit het diepste van je hart, dus vanuit de connectie met je hart en je ziel, jouw intentie daar buiten. Dus je stuurt het naar buiten. Je stuurt het alsof je het zou sturen naar jouw team. En denk maar aan kinderen die een brief sturen naar Sinterklaas. Hè. Dan zeggen ze van, liefste Sinterklaas, dat zou ik graag allemaal willen ontvangen van jou. Eigenlijk is dat net hetzelfde. Je zet die intentie. Dus dan schrijf het op en dan steek je het ergens waar je er niet meer aan denkt. En dan laat je het orakel eigenlijk zijn werk doen. En ga je uiteindelijk het geschenk van het orakel ontvangen. En het orakel in ons verhaal, dat is het universum. Dus het enige wat je hoeft te doen, is ervoor zorgen dat je energie zodanig afgestemd en uitgeleend is, dat je gewoon open bent om te ontvangen. Want dat is het grootste probleem bij de meeste manifestaties, dat we gewoon niet open zijn om te ontvangen. Of we denken maar aan A, B en C, maar vergeten dat er ook nog Z, K, L en M is als optie. Dus kunnen loskomen van je referentiekader is ook een superbelangrijke. Want dat maakt ervan, zoals ik daarnet gezegd heb, dat je mind gaat gaan afstemmen op het oneindige. En dat je niet meer vanuit je eigen angsten en vanuit je eigen referentiekader gaat gaan invullen. En wat zien we als energie om van de universele vlam om mee samen te werken? Wat dat heel logisch is, is aardsengel Jophiel. En Jophiel is verbonden met die gedachte, met positief denken. We krijgen ook aartsengel Raphaël, dat is de engel van genezing. En wat je nog, oeh, vloep, daar had hij. Aartsengel Haniel met de witte duif en hoop. De kernwoorden zijn meditatie, cleansing, de zuivering en hoop.
Dus met andere woorden, vraag aan de universele vlammen om alles die niet zuiver is, alles die niet meer afgestemd is met je hoogste pad, met je hoogste tijdslijn, met je hoogste goed, om dat te gaan transformeren. En om al die energie die losgekomen is en de ruimte die vrijgemaakt is, om die eigenlijk gaan in te vullen met de diamantenenergie. Of als dat nog te moeilijk is of te hoog trillend is, met de gouden energie of een energie die ideaal of optimaal is voor jouw groei. De kleuren waarmee je kan samenwerken zijn die van de heel oranje vlam, de groen robijn of de groene vlam en de robijn vlam. Ja, en de robijn rode vlam. Dus je kunt die in combinatie met elkaar gebruiken. Zoals altijd, volg je gevoel. Volg wat dat jij doorkrijgt van teken, van gevoel. Je hoeft niet altijd met kleuren te werken. Zelfs muziek werkt op dezelfde manier. Ons universum is ontstaan of is gemaakt op basis van 7 grote elementen. Dus de 7 universele vlammen. En van daaruit zijn er nog heel veel andere verschillende combinaties gemaakt. Maar denk ook, er zijn ook 7 muzieknoten. Er zijn 7 dagen in een week. En zo kan ik nog een hele tijd doorgaan. Ik zag ook net 16-16. Ik zou zeggen, lees mijn boek 96 Vlammen als je daar nog niet veel over weet. Want dan ga je ook zien hoe dat alles samenhangt, hoe dat alles één is. En ga je ook heel vaak ook makkelijker begrijpen waar dat ik het over heb in deze video's. Heb je het wel al gelezen en je wil nog veel dieper gaan werken met die universele vlammen om echt die geascendeerde meester te worden, dan raad ik jou aan en nodig ik je uit om het programma met universele vlammen te gaan volgen. De linkjes staan hier onder de video. Is het iets anders wat je eigenlijk nu voelt dat je nodig hebt, denk maar aan een healing of een reading of een channeling. Dat kan je ook reserveren natuurlijk via de linkjes onderaan. Voilà, dat was nu. Ik hoop dat je iets gehad hebt aan de boodschap. Ik ben er eigenlijk wel zeker van. Neem wat er met jou resoneert. Als je iets niet onmiddellijk snapt, dan is dat niet erg. Dan is dat gewoon een teken dat je ziel op dit moment er nog niet klaar voor is. Dus blijf trouw aan je eigen pad en volg die dingen. Begrijp je niet, luister het later nog een keer opnieuw. We zitten allemaal op een andere tijdslijn en dat is helemaal oké. Het is logisch dat je misschien nog niet zit waar ik zit. En dat is helemaal oké. Dat is niet omdat je trager bent, dat is niet omdat je slechter bent of wat dan ook, helemaal niet. Zo, ik wens je alvast een fantastische, dat was een moeilijke, een dag. En dan zie ik je in de volgende video. Dag!